Hey Fedor. Hey Lisanne. We hadden weer leuke inzendingen deze keer, hè? Ja, we hebben twee inzendingen van Marco en van Judith. Dus die wil ik bedanken. Ja, precies, want die hebben toch wel weer een andere draai aan het verhaal gegeven. Dus dat was hartstikke leuk. Ja, dat is het leukste eigenlijk, want wij hebben geen invloed op hoe het verhaal verder gaat. Nee, precies. Als het goed is, hebben de kijkers daar de invloed op. Ja. Maar ik ben heel erg benieuwd hoe het verder gaat. Nou, zullen we dan maar? Ja. Ik begin weer even met de laatste zin van de vorige keer. De draak was onderweg. Dat was wel duidelijk. Marie rende zo snel ze kon naar de voordeur en boem! Daar rende ze recht tegen Joost aan. Wat doe jij hier? Hijgde ze gehaast. Je deed vanochtend op school een beetje vreemd. En daar baalde ik van. Want ik vind het wel leuk om met je om te gaan, stotterde Joost. Ik bedoel met die draak en zo, zei hij er snel achteraan. Hoeveel haast ze ook had, toch had Marie nog tijd om een rood hoofd te krijgen. Haar hart maakte een klein sprongetje. Sorry van vanochtend. Ik vind het ook leuk, zei ze ongemakkelijk. Met die draak, hè? De draak. Oh ja, de draak. We hebben geen tijd te verliezen. De draak komt eraan. En ze wezen ergens naar de lucht. Kom mee. Terwijl ze naar de keuken renden voor de plantenspuit, vertelde Marie in het kort wat ze nu moesten doen. Joost goot de beschermende vloeistof in de plantenspuit en spreidde de vloeistof over Marie heen. Gadver, het stinkt, rilde ze. Daarna was Joost aan de beurt. Marie's vader kwam aanrennen met nog een plantenspuit die hij snel vulde met de vloeistof. Hij rende naar Marie's moeder en zorgde ervoor dat zij ook helemaal beschermd was. Toen was hij zelf aan de beurt. Terwijl Marie's moeder bezig was, riep ze naar Marie dat zij en Joost alvast het dak op moesten om het huis in te sprayen, zodat de draak niet op het platte dak zou landen. Ik krijg bijna geen adem meer, hijgde Marie, terwijl ze de trappen opdraafde met Joost achter zich aan. Samen duwden ze het luik naar het dak open. Hebben we wel genoeg vloeistof voor het hele dak? Vroeg Joost, een beetje benauwd. Ik weet het niet, maar we moeten opschieten, gauw, gauw. We mogen geen plekje overslaan. Marie ontdekte nu hoe moeilijk het was om precies te werken als je tegelijkertijd bang bent en haast hebt. Steeds vergat ze een stukje en moest Joost daar terugroepen. Haar vader en moeder waren inmiddels aan de andere kant van het dak bezig om het in te spuiten. Het wordt donker, daar, dat moet de draak zijn, riep haar vader terwijl hij wees naar iets dat op een grote donkere wolk leek. Oh, het lukt ons nooit, wat moeten we doen? Riep Marie wanhopig. Gewoon doorgaan, Marie, riep haar moeder terwijl ze zelf het goede voorbeeld gaf. Nu hoorden ze ook het geruis van de vleugels dichterbij komen. Joost pakte de plantenspuit bij Marie uit haar handen. Geef maar aan mij, ik doe het wel, zei hij toen hij zag hoe erg haar handen trilden. Toen een oorverdovend gebrul. Marie kromp ineen van schrik. Pap, riep ze snikkend. Nu kon het haar niet schelen dat Joost erbij was. Maar haar stem kwam niet boven het gebrul uit. En ze rende naar de rand van het dak waar haar vader de plantenspuit overnam van haar moeder en de laatste vloeistof uit de fles erin goot. Marie's moeder liep naar haar toe en samen liepen ze naar het midden van het dak, terwijl ze de enorme draak dichterbij zagen komen. Opeens vuur! De draak braakte een enorme vuurgolf uit en die kwam recht op en af. Marie wilde al ineen duiken, maar haar moeder hield haar tegen. We zijn beschermd, lieverd. Maak je geen zorgen. En zo waar. Toen de vuurgolf bij het huis kwam, was hij opeens verdwenen. Marie keek met grote ogen toe. Wow, dat drankje is wel echt goed, zeg. De draak was inmiddels zo dichtbij gekomen dat haar schaduw net voor het huis viel. Op dat moment riepen Joost en Marie's vader tegelijkertijd, klaar! Marie slaakte een zucht van verlichting. Ze waren veilig, voor nu. Ze durfde de draak nu wat beter te bekijken. Groen,
met schubben die aan het uiteinde een beetje rood-oranje waren. Enorme klauwen die met gemak een paard op zouden kunnen tillen. En een gevaarlijke uitziende kop. Maar wat zag Marie daar? Kijk, wees ze naar haar moeder. Die zag het ook. De draak huilde. Er rolden dikke drakentranen uit haar ogen. Uit elk oog 3 tranen. Ze mist haar kinderen, zei haar moeder zachtjes. Op dat moment was Marie helemaal niet bang meer. Ze had de draak het liefst willen knuffelen en willen vertellen dat haar kinderen veilig waren en dat ze elkaar snel weer zouden zien. De draak vloog een paar keer over het huis en over het bosje waar ze de eieren had achtergelaten. Maar toen ze niets vond, vloog ze weer weg. Ze gaf nog een hele lange brul die Marie nu vooral deed denken aan iemand die heel hard huilde. Zielig, hè, zei ze tegen haar moeder, die zelf ook tranen in haar ogen had. Zielig? Vroeg Joost, nog een beetje buiten adem van zijn harde werk. Marie vertelde wat ze gezien had. Ze is in een vreemde wereld. Ze weet waarschijnlijk niet hoe ze terug moet naar haar eigen wereld. En ze is ook nog haar kinderen kwijtgeraakt, somde ze op. We moeten haar echt helpen. Ze was nog niet uitgepraat of ze hoorde onder haar roepen. Marie, Anna Maria van den Berg, we hebben wat vragen voor je. Toen ze naar beneden keken, zagen ze Janneke's vader met een microfoon en achter hem een cameraman. En wat vond je ervan? Nou, heel leuk, maar ook wel een spannend verhaal. Ja, nou weet je wat ik nou zo spannend vind? Dat er opeens een journalist bijgekomen is. Ja, ik vind dat ook best wel spannend. En ik ben gewoon benieuwd wat de kijkers thuis voor ons in petto hebben om het terug te sturen naar ons van hoe wij ons verhaal verder moeten maken. Ja, want wat zou die journalist nou aan Marie willen vragen? Teken en geef ons ideeën hoe wij verder moeten gaan met het verhaal. En mijn vraag is dus aan jullie, wat wil de journalist allemaal vragen aan Marie? Voor degene die ons verder helpt met het verhaal, om ideeën, ideeën in ons verhaal te schrijven. Maak kans op een pakket van Marco de Hollander. En ook vooral als je tekeningen inzendt. Nou, zo'n pakket van Marco is wel leuk. Wat zit er eigenlijk allemaal in? Ja, er zit eigenlijk een cd in. Een poster. En een t-shirt. Maar er zijn verschillende pakketten. Dus ik weet niet alles wat er in zit. Maar het is wel heel leuk. Een soort verrassingspakket, zeg maar. Ja, verrassingspakket. Ik denk dat alle fans van Marco iets gaan insturen nu. Wat denk jij? Nou, ik hoop het. Ja, ik hoop het ook.